Een collega van mij die zag hier achter wat brandjes. En die dacht van, hé, dit klopt net, dit is net goed. En we waren ondertussen met een stuk of jouw collega's hier kwamen en die had voor de brandweer bellen. En op dat moment dat we hier met z'n allen stien te zien als je jou, zag ik in de mast klim. En ik zei ook, er klimt in de mast. Ik zei, dit is net goed. Op het moment dat we dat ook zin kwamen zijn, zijn we een hele grote luchtflits en een grote knal. En zo wil je dus wat naar beneden vallen. Nou, toen ging ik voorbeeld in de gaten. Ik bedoel van natuurlijk dat die persoon wie die dus ontklimt wie naar boven. Dus ik had die been voortstuurd. Ik zei voordat er straks ontplofte wat dan ik, je moet die fort wezen. Dus die been weer voortgongen. En toen Jerik, Wobbejan, die vertelde schrik. En de orenklees die Jerik razen van, er ligt hier iemand, en water. En aan de klankkoek wil Jerik behoorlijk serieus. Ja, die stien in de bron. Hien ze de brandblussers ondertussen, hien ze de meenam. En die gaan blust. Hoe wie die man er nog daar? Heel slecht. Ja, de kleren deels verbrand. Gezicht wie verbaand. Hij baande echt. Ja, gruwelijk om te zezen, maar de man baande. Dus dat had wel 3 of 4 minuten door. Dus ik kan je wel denken wat er maar in mijn hoorn is. En dat lichaam, dat lijkt wat te zwoeren. Dat is gruwelijk om te zien. Ja, dat was een heel indrukwekkend schouwspel, om het zo te zeggen. Dat was absoluut vreselijk om te zien. Je hebt hier een crispo aansbrachtje. Wat had dat voor indruk maken op een been? Ik hoop relatief weinig. Ik ben wel bij been, die hebben wel wat jongen uiteraard. Maar ik denk net dat de meesten het mij kregen. Hè? Ja, we hebben het toch bezocht om er nog voor hun een nette crispmaaltijd voor te maken. Maar voor u als collega's is het behoorlijk lastig. Want wij zitten natuurlijk met een heel hoog gevoel in deze zaak.